President Chandrika Prasad Santokhi heeft de commissie oneigenlijke gebruik publieke goederen geïnstalleerd. Deze commissie heeft onder meer als taak een inventarisatie te plegen van de aangetroffen situatie bij de machtsoverdracht. Arun Hardin, voorzitter van deze commissie, zegt desgevraagd dat er een integrale inventarisatie van diverse publieke goederen zal plaatsvinden en de status daarvan in kaart te brengen. Kijkt u mee naar het verslag vanuit het presidentieel paleis. Heden is door de president van de Republiek Suriname geïnstalleerd de presidentiële commissie oneigenlijk gebruik publieke goederen. De commissie heeft namelijk als taakstelling de voornemens van de regering tot uiting te brengen om inventarisatie te plegen van de aangetroffen situaties zoals die ook al reeds in gang is gezet op de verschillende overheidsinstanties. De presidentiële commissie zal deze werkzaamheden overnemen en integrale inventarisaties uitvoeren van de diverse publieke goederen en de status daarvan in kaart brengen voor de regering en adviezen doen ten aanzien van de status van deze publieke goederen. En die zijn namelijk uitgezet in dat wij als presidentiële commissie gaan inventariseren de aangekochte goederen van de afgelopen periode en in kaart brengen waar ze zijn en wat de status daarvan is. We gaan als commissie ook in kaart brengen waar en welke objecten allemaal aangehuurd zijn, geleased zijn en wat de status daarvan is. De derde taakstelling waarop de presidentiële commissie zich richt is de inventarisatie van de aangekochte voertuigen en de status daarvan, de aankoop, de verkoop van de voertuigen en waar bevinden de voertuigen zich op dit moment, de status daarvan. En dat alles gaat de presidentiële commissie integraal in kaart brengen en aanbevelingen doen aan de regering omtrent de status, het gebruik daarvan. De hele situatie zal in kaart worden gebracht. Concreet en gedetailleerd. De strekking van de commissie beperkt zich niet alleen op de uitvoering van de inventarisatiewerkzaamheden voor de overheidsinstanties, maar strekt zich verder tot de diverse semi-overheidsinstellingen en de parastatale ondernemingen. Dus het is een vrij zware aangelegenheid waarop de presidentiële commissie zich zal richten. Maar daarom is de bemanning van de commissie één waarvan wij overtuigd zijn dat we invulling kunnen geven aan de beleidsvoornemens die de regering heeft gesteld. En aan de andere kant ook natuurlijk voldoen aan de verwachtingen die er zijn binnen de Surinaamse samenleving om te weten wat er met deze goederen en objecten is gebeurd die aangekocht zijn met staatsmiddelen en wat de status is daarvan. De presidentiële commissie wordt natuurlijk voorgezeten vanuit het kabinet van de president als trekker en bestaat verder uit vertegenwoordigers van diverse instanties, overheidsinstellingen. De Centrale Landsaccountantsdienst is er vertegenwoordigd, het ministerie, diverse ministeries en tal van organisaties die natuurlijk ook een bijdrage moeten leveren aan het uitdragen van de taken van deze presidentiële commissie. De tijdsduur is namelijk dat de taakstelling zich zal richten over een periode van 1 jaar. De president heeft natuurlijk aangegeven bij de installatie dat hij zo spoedig mogelijk het eerste advies van de commissie tegemoet ziet. En dat is een issue waarop de commissie zich natuurlijk vol energie op focust. Dit vanwege het gegeven dat bij het aantreden van de regering al reeds een instructie is gegeven voor de uitvoering van de quick scan werkzaamheden. De stal van ministeries, ook op de kabinetten, president, vicepresident, zijn er al reeds voorbereidende werkzaamheden verricht en die zijn op sommige organisaties, binnen sommige organisaties nog gaande. De presidentiële commissie die zal deze werkzaamheden overnemen en gebruik maken van alle beschikbare informatie die dus nu al reeds voorhanden is om dat te filteren en de status van de situatie na te gaan. En dat wat er nog ontbreekt, daar zal de commissie die informatie opvragen.
Nou, de commissie is uitermate belangrijk. Als u kijkt naar de taakstelling, dat wij nagaan wat het rechtmatig gebruik is van de publieke goederen, aangekocht met staatsmiddelen. En wat de status is daarvan. De samenleving heeft alle recht om te weten wat er met de belastingmiddelen is gebeurd, hoe de besteding daarvan is geweest en wat aangekocht is en waar de goederen natuurlijk zijn. En bij de uitvoering zullen wij natuurlijk aan de hand van de taken en de werkzaamheden die de commissie zal uitzetten, ons ook laten leiden met informatie die wij van de samenleving zelf willen verkrijgen. Daarover zullen we nog in contact treden, op welke wijze en binnen welk format wij natuurlijk informatie ook van de samenleving tegemoet willen zien als commissie. Met de instelling van deze presidentiële commissie geeft de regering concreet inhoud aan de voornemens die aan het begin, die bij het aantreden van de regering gesteld zijn. En dat is namelijk dat wij de ruis die er binnen de samenleving is gaan ontstaan naar aanleiding van het verkoop van diverse goederen die aan de staat toebehoren, om dat in kaart te brengen en de status daarvan te delen met de samenleving die er alle recht op heeft om te weten hoe de belastingmiddelen besteed worden. En uit hoofde van de verantwoordelijkheid die de regering natuurlijk heeft naar de samenleving, de transparantie, zullen wij de wisselwerking op gang brengen.